Nou, de roze draad was bondgenoot van de rode draad. Dus de roze draad was een organisatietje. Wat hing aan de rode draad. En het werd bevolkt. Degene die bij de roze draad hoorden. Dat waren de vrouwen voornamelijk. Maar ook een enkele man, denk ik eigenlijk. Die de bondgenoten waren van de prostituees die in de rode draad zaten. Decennia, als niet eeuwenlang, is er altijd over de prostituees gesproken, voor de prostituees, maar zijn ze niet zelf aan het woord geweest, of maar heel erg zelden. En het idee van de rode draad was natuurlijk dat ze zelf hun mond open doen, voor hun eigen rechten opkomen, en eindelijk een keer zelf zeggen wat ze vinden en wat ze nodig hebben en hoe het allemaal anders moet. En dus de roze draad was ook een manier om al die ontzettende goedwillende bondgenoten, om die een beetje aan de zijkant te houden. En dat ze wel hun solidariteit konden betuigen, ook konden helpen, maar op afroep. Het hele model van dus dat je een groep hebt over wie het gaat, met daarnaast de bondgenoten die apart zijn georganiseerd, is bedacht door Gail Peterson. Gail is een Amerikaanse die in Amsterdam op de Sociale Academie, geloof ik, les gaf. En die had dit model ontworpen voor Joden en niet-Joden, dus Joden en bondgenoten van. En voor homo's, denk ik, of homo-lesbische vrouwen en bondgenoten van. Dus om ervoor te zorgen dat degene over wie het ging, dat die duidelijk zelf de touwtjes in handen hadden, maar dat er wel een model was waardoor ook dus degene die daarmee solidair waren en die zich daar ook graag bij wilden, mee wilden verbinden, dat die er ook bij konden zijn. Dus uit dat model van Gail is de rode draad en de roze draad ontstaan. De roze draad opereerde amper alleen. Ik denk dat wij als bondgenoot, we hebben heel veel geprobeerd in onze eigen kringen het onderwerp van het sekswerk en de ingewikkeldheid, de dubbele moraal rond prostitutie, om die aan de orde te stellen. We hebben veel bijeenkomsten georganiseerd met, op de universiteit, met studenten, op allerlei plekken. En ik denk dat het leuke van, wat ik heel erg leuk vond aan de roze draad, is dat het heel erg ging over altijd de dubbele moraal. En over de manier waarop niet-sekswerkers toch eigenlijk altijd in die hele discussie worden gezogen. En dat heette dan, vroeger ging dat dan over het maagd. Het ging over de dubbele moraal, het stigma wat er zit op. Als je het zegt van nou, vrouwen lopen eigenlijk altijd op een dun randje langs de afgrond. En het gaat dan over, ben je Madonna dus aan de goede kant, of ben je hoer, ben je van het randje afgevallen. En dat dunne randje, daar ging het dan heel vaak over in de roze draad. En dat vind ik een enorm interessant onderwerp. Wanneer zijn vrouwen nog fatsoenlijk en wanneer niet meer? En waar gaat dat dan over? En dus de roze draad heeft veel van dat soort discussies ook aan de orde opgestart en gevoerd. En dat was volgens mij een heel relevant onderwerp. Nog steeds. Ja. Dus ik denk dat dat een van de goede dingen is geweest van de roze draad. Om, nou, met name dat Madonna hoer stigma, om dat aan de orde te stellen. Wat kun je vertellen over de sfeer? Ja, het... Dat varieerde. Maar ik denk dat wat er zo bijzonder aan was, wat ik eigenlijk al die jaren dat ik betrokken ben geweest bij de rechten van sekswerkers, wat ik er zo bijzonder aan heb gevonden, is dat het gaat over hele sterke vrouwen, leuke vrouwen, spannende vrouwen ook, die geleerd hebben om voor zichzelf op te komen. Die dat vaak met verve en met flair doen. Die goed uit hun woorden kunnen komen over het algemeen. En ik heb dat altijd heel erg bijzonder gevonden. En ook omdat het een beroepsgroep is, de prostituees, de sekswerkers, waar je als buitenstaander niet zo makkelijk mee te maken hebt. Dus het was ook heel, het was gewoon ook hartstikke interessant. Zou je kunnen voorstellen dat weer opnieuw zo'n steungroep opgericht wordt? Nou, het was wel een heel erg kunstmatig model, zou ik maar zeggen. En ik weet niet of je dat nog zo makkelijk op die manier kunt doen. Ik denk wel dat het hele idee van, je moet ervoor zorgen dat als mensen voor hun rechten opkomen, dat je dan als medestander dat niet overneemt. Dat is volgens mij met sekswerkers nog steeds heel erg aan de hand. Maar dat zie ik ook bijvoorbeeld bij vluchtelingen. Dat zie ik bij zoveel groepen. Dat wanneer mensen voor zichzelf opkomen en niet zo heel erg goed weten, de weg weten,
niet weet hoe je dat in Nederland precies aanpakt of hoe de politiek werkt, dat het dan heel makkelijk is voor anderen om dat over te nemen. Dus ik denk dat die alertheid is er nu misschien wat meer. Maar nou ja, hangt er ook vanaf. Maar ik zie dat nu niet meer als iets waarvan ik denk dat het van deze tijd is nog. De noodzaak van een belangenorganisatie voor sekswerkers, die is er zeker. En ik moet zeggen dat ik het ook heel erg treurig vind, de manier waarop de rode draad de nek om is gedraaid. Want dat is echt door de gemeente opzettelijk gedaan. Gewoon een subsidie ingetrokken. En dat was geen bezuinigingsoperatie, want het ging over, ik denk, 150.000 euro. Dus ik bedoel, het ging echt over niks. Dus dat is echt een manier geweest om de prostituees monddood te maken door de gemeente. En door het beleid van de politici. En dat is nog steeds treurig. En ik denk dat er grote behoefte is sowieso aan belangenbehartiging van sekswerkers. Ja.